Fakka lieve mensen, vandaag gaan we niets minders doen dan Jurassic World Alive. Ja, dat klinkt allemaal heel spectaculair, maar het is eigenlijk een soort Pokémon Go 2.0. Alleen is het bij dit spel de bedoeling dat je als een soort gestoorde wetenschapper met een drone achter dinosaurussen aangaat en ze dan met pijltjes gaat beschieten. En dat is wat we vandaag gaan doen. Ik mis alleen nog even een goede outfit, dus let's go. Oké, geweldig. Let's go dinosaurussen vangen. Er zit daar een dinosaurus, dus we gaan er naartoe. Let's go! Ik heb het spel echt pas vanochtend gedownload, dus ik ben nog super noob. Maar vandaag gaan we zorgen dat we die beste dino-spelers in de wereld worden. Het is echt maar hetzelfde als Pokémon Go. Je hebt hier... je hebt hier een soort Pokestop. Maar dat heet dan een supply drop en daar kan je aan draaien en dan krijg je rewards. Alleen ja, we zijn nog niet dichtbij genoeg, dus we moeten er even naartoe. Dus let's go. Oh, holy shit. We hebben een dinosaurus. We hebben een dinosaurus. Kom op jongen, werk eens mee. Dan heb ik een dinosaurus en dan loopt hij vast. Oké, hier kom. Deze wil ik... we gaan een dinosaurus vangen, jongens. Ik ben heel enthousiast. Nou stijgt de drone op. Oké, schiet op. Ik wil een dino. Oké, er komt een dinosaurus. Duurt wel heel lang. Oké. Hier ben ik echt super pro in. Dit gaan jullie zien. Kijk, let's go. Je moet met een drone... Moet je op dat rondje moet je schieten. En dan krijg je DNA van die dinosaurus. Holy shit, direct hit, direct hit. Oké, daar komt hij. Direct hit, oh, wat een pro. Ja, en ik kom dichterbij. Nee, dit gaat niet goed. Yes. Hier komen, ik wil jou. Yes, oké. We hebben 62 DNA van de dinosaurus. En dat betekent dat we 62 soort dino-kaarten krijgen. Het is eigenlijk een beetje geript van Clash Royale. Je moet soort kaarten van dinosaurussen verzamelen. En dan kan je ook battelen, dat gaan we straks doen, met je dinosaurussen. En dan kan je ook weer kaarten krijgen om je dinosaurussen te uppen. En ik heb nou genoeg kaarten om de dinosaurus te uppen, dus dat gaan we meteen doen. Dit is spectaculair, dit is echt spectaculair. Kijk, we gaan deze gaan we uppen. Oh nee, geen eens uppen, die kunnen we gewoon maken. We gaan nu een dinosaurus tot leven brengen. Dus dan druk je op create. En dan hebben we een dinosaurus, een Ophiocodon. Boom! Een Ophiocodon, oké. We gaan weer verder op zoek naar meer coole dinosaurussen. Oh nee, wacht. Level up. Level 3. Ik ben level 3! Holy shit! Oké. We krijgen nu een incubator. Nee, ik wil geen ding kopen. Oké, ineens vragen ze me om dingen te kopen. Maar we hebben nou een incubator. Wat een moeilijk woord gekregen. En die kan je ergens openen en dan krijg je allemaal dingen. Ja, dat is heel duidelijk. Oh ja, kijk. We gaan nu deze incubator collecten. En dan krijgen we coole dingen. Ik krijg 78 coins, 10 darts. Darts zijn eigenlijk gewoon de Pokémon ballen in Pokémon Go. En 41 Velociraptor en Prokatasaurus kaarten. Prokatasaurus die is rare, dus oké, let's go, we gaan verder. Oké, er spant weer een dino, Het is de Stegosaurus. Die gaan we even vangen. Oké, komt ie. Drone stijgt op. Oké. Direct hit alweer. Hier komen jongen. Nee, kut. Hier komen. Het is echt onmogelijk te besturen. Shit. Oké, we hebben 53 Stegosaurus DNA. Holy shit. Oké, beter kan ik hem nu uppen. Dat zou wel echt ziek zijn. Dan hebben we gewoon een level 2 Stegosaurus. Wie wil dat nou niet? Oh, ik heb hem al level 2. Holy shit. Oké, dan gaan we verder. We
We zijn hier bij een pokestop, nou eigenlijk een dino-stop, de allereerste. Als je hier nu aan draait, dan krijg je dus rewards en dat gaan we doen. Oké, beter iets goeds. We krijgen 18 coins, 18 coins dames en heren. 5 darts, dat zijn dus gewoon de pokeballen. En dat was het alweer, beetje teleurstellend, maar dat maakt niet uit. We zitten hier vlakbij, zit er nog een pokestop. Dus daar gaan we nu naartoe. Holy shit, een dino. Dit is de Sarcosaurus. De Sarcosaurus, die gaan we even vangen. En dan kunnen we ons pad in de magische wereld van de dinosaurussen weer volgen. Oké. Deze wil ik hebben. Ze moeten wel echt iets op dit systeem gaan verzinnen, want het is echt zo naar. Oké, komt u maar. Komt u maar. Nee, niet wegdraaien. Komt u maar hier. Komt u maar hier. Oh, final shot. Nog 5. 38 DNA. Lekker bezig. Er zit hier achter mij zit een dino. Even kijken welke. Het is een Amargasaurus. Een Amargasaurus. En dat is een rare. Of in het Nederlands uitgesproken een rare. Dus die willen we hebben. Dus we gaan erheen. Let's go. Holy shit, het spant hier helemaal vol. De Euoplocephalus. Nou, als dat geen mooie naam is, dan weet ik het ook niet meer. Heb je het ook zo warm? Het is echt ziek heet. Ja, daar ben ik weer. Om deze video te eindigen dacht ik, we gaan nog even een paar dino's uppen. Dus dat gaan we even doen. Dan gaan we nog even zo'n supercoole incubator openen. En dan is deze video alweer ten einde gekomen. Ja, het gaat snel als je het leuk hebt, ja. Oké, de Einiosaurus level 2. Damn. En we gaan... Oh, ik kan een nieuwe helemaal maken. Dat is de Purosaurus. Nou, die hebben we ook weer. Last but not least gaan we een large incubator openen. Die duurt 8 uur, maar daar ga ik even 80 van die mooie briefjes voor besteden. Want dit willen jullie niet missen. Oké, komt-ie. 208 coins, 15 darts, 104 Euoplocephalus, coole naam, en 12 Dimetrodon en holy shit Tyrannosaurus Rex Epic Cards. Oké, nou jongens, dit was alweer de video. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Als je nieuw bent op ons kanaal en op de hoogte wil blijven van onze video's, klik dan op abonneren. Smash die like button en dan zie ik jullie allemaal volgende week zaterdag weer bij een toffe nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ik ga nog even dino's vangen. Ja! Yeah.